Hoi allemaal. Jullie hebben een paar leuke schildercursussen gezien. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben en dat je zin krijgt om met verf te gaan spelen. Het is eigenlijk gewoon een avontuurtje wat je doet. En vandaag wil ik jullie wat vertellen over een schilder die mij altijd heel erg inspireert. Weten jullie wat dat betekent? Als je ergens naar kijkt, naar schilderijen bijvoorbeeld, je gaat dus naar een museum of zo en dan denk je, oeh, dat vind ik mooi. En hoe leuk doet die meneer of mevrouw dat? Dat ga ik onthouden. Of dat ga ik thuis ook doen. Nou, zo word je dus geïnspireerd. Dat is het woord. Nou, wou ik jullie vanmorgen ook eens een beetje laten inspireren door een schilder. En dat is Jan Sierhuis. Jan Sierhuis is geboren in Amsterdam. Het was een echt Amsterdammer. Hij is geboren in de vorige eeuw, begin van de vorige eeuw. En hij is gestorven, ik denk 17 jaar geleden ongeveer. Hij is best wel oud geworden ook. En hij heeft vreselijk leuke schilderijen gemaakt. En die schilderijen, die maakte die gewoon als een avontuur. Hij zag het niet als werken. Hij zag het als, ik ga eens heerlijk met verf aan de gang. Ik ga een avontuur beleven vandaag. En hij zag wel wat er van kwam. En ik wou jullie er een paar laten zien. En dan hoop ik dat jullie ook geïnspireerd worden. Ik ga even laten zien. Even kijken. Kijk, bijvoorbeeld dit. Dat is heel raar, hè? Zie je dat? Kunnen jullie het goed zien? Hij heet dus Jan Sierhuis. Ik denk wel dat hij eerst getekend heeft. Het lijkt net of hij eerst met die verf heeft zitten klodderen. Gelijk, maar dat deed hij niet. Ik denk dat hij wel eerst een tekening maakte. Kijk, hier heb je er nog eentje. Is ook zo leuk. Nou, dan krijg je gewoon zin. Als je dat ziet, krijg je gewoon zin om dat te gaan doen. Een paar rare koppen tekenen. En dan maak je heel dat vlak erachter. Ga je eerst schilderen. Met een leuke kleur, moet je zelf weten wat. En dan ga je die koppen schilderen. Laat je het weer drogen en dan ga je er nog meer op schilderen. Het is echt heel erg grappig wat hij doet. Ik zal er nog eens even een laten zien. Kijk. En hij schilderde eigenlijk wat hij beleefde. Als er oorlog was, dan ging hij daarover schilderen. Als hij een leuke vrouw zag, ging hij daarover schilderen. Hier heeft hij er eentje. Van een vrouw. Ik hoop wel dat jullie het een beetje kunnen zien. Kijk, wat grappig. Hij maakte dus eerst een hele dolle tekening. Wat hem bezig hield. En dan ging hij dat schilderen. Met allemaal leuke kleuren gebruikte hij. Even kijken. Hebben we er hier nog. Hier, deze wou ik ook laten zien. Die vind ik ook zo leuk. Moet je kijken, wat leuk. Dan krijg je toch gewoon heel erg veel zin om te gaan schilderen. Als je dat ziet. Ik tenminste wel. Ik word dan echt geïnspireerd als ik dat zie. De grotere onder jullie kunnen natuurlijk op Google gaan zoeken naar Jan Sierhuis. En dan gaan ze eens kijken wat hij allemaal gemaakt heeft. Er staan er een heleboel op Google. Kijk, wat leuk. Is heel grappig. Maar hij heeft twee oorlogen meegemaakt. En in de oorlog schilderde hij daarover. En gewoon wat hij voelde en wat hij dacht. En dat kunnen jullie natuurlijk ook doen. Eigenlijk heb ik dat vorige week al met jullie gedaan, hè, van... Het wordt Pasen en dan gaan we daarom denken en dan gaan we daar eens over schilderen. Nou, dat deed hij ook. Van alles wat hij zag of beleefde in zijn gedachten, dan pakte hij een grote kwast. Hij tekende wat en hij ging schilderen. En hij vond ieder schilderij wat hij maakte een avontuur. En zo moet je het ook zien. Je moet schilderen niet als werken zien. Je moet het zien als iets... Als een spelletje.
zeggen van, nou, ik ga eens heerlijk met die felle verf klodderen. En ik leer jullie dan een beetje de kneepjes van het vak natuurlijk. En je mag natuurlijk altijd weer anders doen. Als jij zegt van, nou, dat kan zij nou wel zeggen, maar ik vind het dit zoveel makkelijker en ik vind het ook mooier, dan moet je dat gewoon echt doen, hè. Want ik geef jullie maar gewoon wat aanwijzingen, maar iedere schilder doet het weer anders. Er is niet precies een recept voor. Ik leer jullie een beetje van hoe je het opzet. Je tekent wat, je zet het op, je gaat schilderen. En wachten tot het droog is, zorg dat je kwast schoon is. Maar het kan best zijn dat jij al schilderend erachter komt dat iets veel leuker is en veel beter is dan dat ik het doe. Nou, gewoon doen, lekker doen. Want een schilderij maken is gewoon een avontuurtje. Zo moet je het zien. Nooit denken van, nou ga ik eens een heel mooi kunstwerk maken. Waar iedereen helemaal zegt van, jongen, wat kan jij goed schilderen. Nee, daar komt er niks van terecht. Want zo doe ik het ook niet. Als ik dat wel doe, hè, want soms doe ik dat wel eens. Nou, dan komt er helemaal niks van terecht. Dan wordt het gewoon niet mooi. Ik moet echt met die instelling gaan schilderen van, nou, laat ik eens kijken wat dat gaat worden. Laat ik dat eens die kleur doen en laat ik dat eens die kleur doen. En, nou, zo ontstaat er wat ik zelf mooi vind. En ja, er zijn ook wel eens mensen die zeggen, nou, ik vind daar niks aan. Ja, pech gehad, ik vind het wel mooi, dus ik bewaar hem. Maar als het nou helemaal niks is wat ik geschilderd heb, dat gebeurt mij ook heel vaak, hoor. Dan denk ik van, ik maak het helemaal wit. Als ik het op een doek gedaan heb, dan doe ik dat vaak. Maak ik het weer helemaal wit. En dan ga ik gewoon overnieuw iets erop doen. Dus dat kunnen jullie ook doen. Als je een doekje hebt en je zegt van, oh, dat heb ik nou gewoon echt niet. Dat is gewoon niet mooi geworden wat ik nu gedaan heb. Je wacht even tot het droog is. Je zet er wit overheen. En je gaat gewoon weer verder. Nou, gaan jullie vandaag eens even kijken op Google, de grotere dan, naar Jan Sierhuis. Ik vind dat echt een heel inspirerend iemand, een schilder, voor kinderen ook vooral. Mijn kleinzoon heeft er ook eentje gemaakt, die heeft hem gewoon nageschilderd. Dat kun je ook doen, hè. Gewoon het schilderij erbij pakken, uitprinten of zoiets. En je legt hem bij je. En je zegt, nou, ik ga het gewoon nadoen. Want het is ook heel erg leerzaam om te kijken, hoe doet die schilder dat nou? En ga ik ook uitproberen. Nou, dit was het voor vandaag. En ga lekker aan het oefenen. Als je nog zin hebt om te schilderen, ga je oefenen met de eerste twee lessen. En misschien van gisteren ook, want dat was ook wel leuk natuurlijk. Dat spelen met die verf, die kleurtjes maken. Heel leerzaam, maar ook heel leuk om te doen. En te kijken wat eruit komt. En dan gaan we morgen weer eens iets anders doen. Ik ga eens even denken wat leuk is voor jullie. Nou, ga het allemaal uitproberen. Als je zin hebt, doe je het. Als je geen zin hebt, geef het ook niet. Doei!